ozone layer is on track to recover within 4 decades and decrease human exposure to harmful ultraviolet rays from the sun. Ook zien we nu in de metingen steeds meer dat de ozonlaag niet dunner aan het worden is en langzaam weer wat dikker aan het worden is. Zoals hier zie je nog steeds donkerblauwe kleuren, zelfs paars in het midden, waarbij je nog steeds ieder jaar een grote aantasting ziet van de ozonlaag op de Zuidpool. Maar hier wonen natuurlijk geen mensen. En daaromheen, zeker op het noordelijk halfrond, wonen wel heel veel mensen. Dus daar is het heel relevant dat de ozonlaag zich ook gaat herstellen. De ozonlaag beschermt al het leven op aarde. Als de ozonlaag dunner wordt, dan komt er meer ultraviolette straling op aarde, waardoor mensen en dieren huidkanker kunnen krijgen, staarvorming, planten kunnen aangetast worden. Dus het is essentieel voor het leven op aarde. CFK's zijn vanaf de jaren 50, 60 heel veel gebruikt in koelkasten, in isolatieschuimen, in spuitbussen. En dat werd in de jaren 70 ontdekt dat de ozonlaag kan aantasten. In 2010 is het wereldwijd verboden om deze stof nog te gebruiken. En nu worden ze ook, deze stof wordt bijna nergens meer gebruikt wereldwijd. Dus iedereen houdt zich aan dat verdrag. En je ziet daarom ook dat de concentraties van deze CFK's in de atmosfeer aan het afnemen zijn. En daardoor kan de ozonlaag zich gaan herstellen. In 2018 hebben wetenschappers uit Amerika ontdekt dat er in China nog illegale productie van CFK plaatsvond, op basis van metingen in de buurt. Dat is heel veel publiciteit heeft dat gekregen. En die publiciteit ervoor gezorgd dat nu in ieder geval de emissies verdwenen zijn. En daardoor zitten we weer als het ware op het pad van het herstel van de ozonlaag, zoals we ook eerder verwachten, rond 2040. Voor het herstel van de ozonlaag zijn dus dat de CFK's niet worden gebruikt, is het belangrijkste nieuws. Dat is echt heel, heel belangrijk erin. We moeten verder goed volgen dat alle landen zich erom blijven houden. Dat we niet als ze tegenvallen zoals bij China hebben. En dan hangt het verder ook af van wat het klimaatbeleid gaat doen. Want klimaatmaatregelen hebben invloed nu ook op het herstel van de ozonlaag. Het kan zowel wat sneller gaan als wat langzamer gaan. En dus daar zit een interactie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.